Ik ben in Amsterdam geboren, 1995. Ja, ik ben gewoon opgegroeid met mijn ouders, zusje en zus. Dus ja, ik ben de enige jongen thuis. Ik ben altijd wel fan van voetbal geweest. Met name mijn vader, die volgde altijd wel voetbal. En nu zeker, is zijn zoon ook ja, profvoetballer is, volgt hij het altijd wel. Het nieuws heb ik zelf van mijn manager te horen gekregen. Dat Culemborg interesse in me hebben, dat ze me heel lang hebben gevolgd, het hele seizoen wel. En toen, ja, toen was ik gelijk ja, blij om te horen natuurlijk, want Brugge is een grote club. En ja, ik denk dat iedereen daar wel zou willen spelen. Dus voor mij was de keuze al snel gemaakt. Ja, ik denk wel positief. Ik denk dat wij als team goed hebben gespeeld allemaal. Wat we op de training hebben getraind, hebben we denk ik in een wedstrijd uitgevoerd. En ja, ik denk dat het positiespel bij ons ook goed lag. Het is natuurlijk wel een anders. Ik kom van Nederland. Vanuit Jong Ajax ben ik naar Westerlo gegaan. Heb ik daar 1 seizoen gespeeld en toen heeft Brugge mij opgepikt. En, ja, ik moet zeggen, ik ben goed ontvangen hier in Brugge. Het is een mooie club, grote club. En ja, ik heb er zin in voor dit seizoen. Zeg maar. In mijn vrije tijd probeer ik gewoon ja, te ontspannen thuis bijvoorbeeld. Dan ga ik gewoon, ja, zit ik gewoon op de PlayStation. Of ja, eens in de tof zoveel tijd komen de vrienden vanuit Nederland. En dan, ja, dan ga ik gewoon met hun even de stad verkennen bijvoorbeeld. Ik moet nog een beetje de Brugge, de stad verkennen. Ik denk wel met de nationale elftal in Nederland, onder 17. Dat we van Duitsland uiteindelijk met penalties hebben gewonnen. Het EK. En dat ik ook zelf in de laatste minuut de 1-1 mocht maken, waardoor we met penalties hebben gewonnen. Dat is denk ik wel het mooiste. Ja, mijn droom is ja, toch wel gewoon ja, een topvoetballer worden, echt een grote naam worden. En in een van de grootste competities van de wereld spelen. Ja, om mijn familie gewoon trots te maken en goed voor mijn familie te kunnen zorgen. Cristiano Ronaldo. Omdat hij, ja, die komt van ver. Als ik naar zijn verhaal heb gekeken, komt hij van ver uit Portugal. Had het moeilijk, maar hij heeft echt zo hard getraind dat hij ja, nu wel, vind ik, de beste speler op de wereld is. En als je ook naar zijn trainingen kijkt, wat hij allemaal voor zichzelf doet, daar heb ik wel bewondering voor. Naar mijn oude assistent-trainer, van Westerlo. Ik denk wel Dubai. Nederlandse rap de laatste tijd. En ja, Amerikaanse rap hou ik ook wel van. Even denken hoor. Ja, ik denk spruitjes, dat toch wel, dat ik dat liever niet eet.